Mijn naam is Sophia Thomsen. Samen met Erik Daan hebben we het boek Ex leren in Service geschreven. Erik en ik hebben een paar jaar geleden het boek Service Excellence geschreven. Aan de hand daarvan uh, zijn heel veel organisaties aan de slag gegaan. En op basis van heel veel ervaringen van de organisaties hebben we de tien belangrijkste veranderingen die organisaties meemaken, doormaken, op een rijtje gezet. Dat zijn veranderingen om te zorgen dat werkelijk die emotionele connectie met hun klanten, klantbeleving en klantrelatie een stuk verbetert. Ja, allereerst natuurlijk, alle, alle paradigmaschips zijn belangrijk, alle tien. Maar voor mij is er één, één waar ik echt wel, uh, die ik echt wel heel belangrijk vind. En dat is, wat je ziet is dat heel veel organisaties die sturen op klantcontacten en die meten klanttevredenheid na een contact. Maar ze vergeten eigenlijk dat uh, klanten een relatie met een organisatie willen hebben. Je ziet organisaties nu steeds meer zoeken naar mogelijkheden om een relatie op te bouwen, een emotionele relatie, waardoor klant ook echt werkelijk klant blijft bij deze shift hè, van, van transactie naar relatie... daar horen allerlei verschillende tools bij. Maar één daarvan is dat organisaties steeds meer uh, van het piepsysteem afgaan... en veel meer gaan naar proactief klantcontact... op het moment dat het voor de klant relevant is. Bijvoorbeeld Robeco... Die heeft het een aantal klantcontacten, inbound verkeer, enorm afgebouwd vanuit een efficiency perspectief. Maar die zijn nu weer steeds meer hun outbound verkeer, dus op voor de klant relevante momenten, op het bouwen. Om op die manier eigenlijk de relatie met hun klanten te versterken. Het boek beschrijft tien paradigma shifts met een hele hoop praktijkvoorbeelden en een hoop tools die eigenlijk beschrijven hoe je een emotionele relatie met je klant, maar ook met je medewerkers ontwikkelt. Hoe de klantbeleving verbetert, maar ook hoe je duurzaam dus vooral verandert om het te zorgen dat het ook een duurzame verandering in je organisatie is. Degenen die het boek hebben gelezen, die, uh, ja, die geven aan dat het echt een waardevol boek is waar ze direct mee aan de slag kunnen.